Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer bij Prison Architect. Zoals jullie kunnen zien hebben we al een hele blueprint hier zitten. Kan ik ook wel even laten zien waarschijnlijk. Ja, zo. Nou, ik kan niet precies vertellen wat precies alles is, maar ik kan wel zeggen dat dit de receptie wordt. Dit kantoortje lijkt me natuurlijk wel logisch. Hier volgens mij even een tijdelijke douche. En dan gaat het later naar een winkeltje toe, denk ik. Maar hier ook overal allemaal dingen. Ja. We moeten nog wel even kijken. Volgens mij wou ik hier zelf van gaan maken. En hier waarschijnlijk een boilerruimte. Ik weet niet precies allemaal. Maar we gaan dus waarschijnlijk beginnen. Zoals jullie kunnen zien. Ik heb gewoon niet zoveel geld, joh. Dus. Ja, gaan we gewoon beginnen, denk ik. Oh. Nou, oké. Even zien. Nou, we gaan natuurlijk beton gebouw maken. Ik wou hier volgens mij ook nog iets doen. Waarschijnlijk een. Nou ja, ik wou gewoon al wat dingen maken. Maar ik kijk wel wat er allemaal later wordt. Ik ga gewoon een beetje beginnen vanaf het begin. Oké, dit wordt echt duur. Zo, dan moeten ze allemaal bouwen. Ik ga ook nog even wat extra bouwvakkers aannemen. Omdat dat gewoon super veel tijd gaat kosten. Nou ja, laat ik zomaar veel doen. Ik ga ook echt een hele veilige prison maken. En ik wil namelijk ook echt alles gewoon precies goed hebben. Daarom heb ik het zo van. Ja, dat ga ik daar doen. Volgens mij wil ik hier een schoonmaakkastje van hebben. En hier een. Ik heb er geen flauw idee. Waarschijnlijk een wasruimte of zo. Want ik heb het al een paar dagen geleden gedaan. Ik had het eigenlijk ergens een beetje op moeten schrijven waar ik het allemaal had. Maar ja. Is nu te laat voor. Ik weet wel dat ik hier de kantine van wil maken en hier de keuken. Hier waarschijnlijk de personeelsruimte. Ja, dat is sowieso. Nou, zoals jullie kunnen zien hier allemaal eenzaam opsluitingen. Hier wil ik volgens mij de luchtplaats hebben. Oh, ja. Dat is handig. Als ik daar een luchtplaats heb, dat is wel natuurlijk een beetje handig. Je moet hier gewoon. Ja. Laten we hier maar gewoon een muurtje maken. Maakt mij niet veel uit. Want hier wou ik, als het goed is, even kijken wat voor kamer. Groepsruimte hebben of zo. Ik kijk wel. Ik ga niet veel problemen van maken. Ik kan in ieder geval wel echt zien dat we een insane hoeveelheid aan geld hebben. Nou, laten we het eerst maar even gelijk doen. Wij wou ik hier een klaslokaal maken of twee. En dan hier een wapenruimte, kennel. En hier wou ik ook nog iets maken. Ik weet even niet. Waarschijnlijk hier een opslag of zo. Heeft een ingang nodig? Ja, natuurlijk hebben jullie een ingang nodig. Want anders zitten jullie vaak vast. Nou, dan leg ik dit alvast aan met gras. Ik hou gewoon van gras. Deze, even kijken, leveringen. Deze nog wel even een stukje groter maken. Afval kan ook wel een stukje groter, denk ik. Ja, zo groot en de exportgoederen. Waar staat die? Hier.
Oké, het is nu alweer donker. Waarschijnlijk wou ik hiervan de voorzieningen neerzetten. Zeg maar de kascentrale, waterpomp. Want dat is wel zo'n klein ruimtetje. Maar dit vind ik eigenlijk nog best wel goed. Ja, hoe noem je dat? Ja, goede gevangenis lijkt mij. Want in de cellen komen natuurlijk allemaal. Ja, douches te zitten. Want die tijdelijke douche die moet ik natuurlijk wel, anders krijg ik de subsidie niet. Vind ik altijd wel een beetje bullshit. Nou, hier maak ik ook nog allemaal de cellen van. Zijn er niet erg veel nog, maar komt wel. Als ik later nog meer wil bij hebben. Oh ja, hier komt het. Al die lampen. Oh, mijn money. Oké, laten we deze ruimte dan maar alvast invullen. Oh, nee, dat is niet de goede grootte. Zie, waar had ik dus de. Ja, wat wil ik hiervan maken dan? Ik heb echt geen flauw idee, moet je nagaan. Nou ja, laat ik hier achter dan maar deze dingen neerzetten. Het is ook gewoon chill dat je gewoon gelijk alles kunt maken wat je wil. Als je gewoon geld hebt. Ik weet wel precies waar ik de metaaldetectors wil hebben. Dat is niet zo moeilijk te zien. Zo, dan kunnen ze even allemaal aansluiten. Ga ik alvast beginnen met de receptie. Oh ja, dat wordt wel even een stuk lichter, ja. Oké, heerlijk dus. Ik wou hier ook nog een extra deur hebben, gewoon voor de veiligheid. En daarachter weer natuurlijk een metaaldetector. Maar de metaaldetectors die sluit ik later nog wel even aan. Oké, ik zie dat hier niet genoeg stroom is. Nu waarschijnlijk wel. Oké. Laat ik maar hier gewoon wat personeelsdeuren neerzetten. Hier wil ik sowieso de bezoekersruimte neerzetten.
natuurlijk met twee metaaldetectors erbij. Laat ik die maar extra voor de zekerheid nu alvast neerzetten. Daar wil ik opslag. Laat ik even alle muren even aansluiten als eerst. Oké, hier is geen stroom, is wat te zien. Hier ga ik ook echt van die hele veilige deuren neerzetten, dus voordat je het afvraagt. Zo, nu dan. Hier wel van die vrijlatingsruimtetjes hebben waarschijnlijk. Dat het echt van die kleine ruimtetjes zijn. Nou, even kijken. Ik denk dat dit al een groepsruimte wordt. Dus dat het echt heel dichtbij zit. Het is nu nog echt wel een beetje het inrichten of ja, maken van de ruimtes. Eigenlijk wel logisch.
Zo, die ruimte is ook alweer klaar. Dit nog niet, zo te zien. Nou hebben we nu de muren alvast klaar. Nu ga ik even nog de deuren doen. Laten we hier maar gewoon een normale deur van maken. Hier komt dan een tijdelijke cel. Nou, daar dan even dus tijdelijk een douche. Oh, niet drie. Nou, dit wat al personeelsruimte. Dus daar komt dan zoiets. Daar komen dus twee boilers voor beide kanten. Oké, alle deuren van de een staan op sluiting. Ik wil wel even wat wc's neerzetten, denk ik. Daar hebben die mensen in de eenzame opsluiting ook nog ergens over te zeiken. Kutrap. Ik heb overal metaaldetectors neerzetten. Waar het echt nodig is. Die 3. Laat ik hier nog maar even normale deuren van maken. Maak ik hier dan de kennel en dan hier de wapenkamer. Zoals dat dit metaaldetectors zijn. Die ik daar neer heb gezet, dan moet dat daar wel. Niet 3 deuren, jezus. Oké, nu kan ik dat ook allemaal even aansluiten. Oké.
kan ik alvast nog wel eventjes de waterleiding alvast even aanleggen en de boiler. Nou, hier maken we dan gewoon normale. En dan zo. Inzame opsluitingen. Zo. Die zijn in ieder geval alweer assigned. Zit die deur nou in de muur? Ik weet het niet. Laat ik er maar zoiets van maken. Kunnen ze ook nog even een beetje sporten. Zo. Ik assign ze alvast wel even. Zo. En dan receptie. Oh, die moeten 5 bij 5. Dan kan dat dus niet. Maar dit wel even wat anders.
Nou, maar ik ga nu de aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like, abonneer op mijn kanaal. Dan zie ik je volgende keer weer. Later.